Campus 12 moet met een eigen nummer komen. En dat is hoe wij ons onderscheiden van de pitch power koren van deze wereld. En jij moet eens beginnen met mij coach te noemen. Ik zou eerst nog eens goed in de spiegel kijken voor je jezelf zo noemt. Coach. Oké, ik zorg ervoor dat Max de Crivelli naar hier brengt om hem hier te testen. Dan voeren wij onze heist uit. Max, ik heb de Crivelli nodig om de handleiding te snappen. Het kan niet anders. Het zal anders. Is er iets met die handleiding? Dat is het niet. Het is allemaal veel erger. Hoezo erger? Het is allemaal voor niks geweest. De Crivelli komt de academie niet binnen. Nu niet, nooit. Wat? Waarom? Max wil geen risico's pakken. Hij wil een test zelf uitvoeren morgen bij hem thuis met mij en de Rozenkruisers. De Crivelli wordt één keer uit de kluis gehaald en blijft in zijn villa. Zeg hem dan dat u hem hier wil testen. Ja, denk je nu echt dat ik dat niet heb geprobeerd? Ik kan niks anders doen. Niks doen is geen optie. We hebben die Crivelli nodig. Voor Bo, voor iedereen. Zo'n zin om. Oh! Rustig, hé. Wie weet wordt dat ding wel ergens anders naartoe gebracht na de test, hè? Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet helemaal niks. Maar die test gaat toch echt niks opleveren voor Leclerc en de Rozenkruisers? Ze hebben de stenen zelfs niet. Toch? Tot ze ze vinden. En dan? Wat dan? Dan is alles verloren. Oh. Niemand weet hoe dat ding werkt. Zij ook niet. Ze gaan het testen met steengras. En nu? Hoe lang hebben we nog om een plan te bedenken? Tot morgen. Sam, alles oké? Okay? Geen tijd te verliezen, hè? Kom, chop, chop, chop. Je had gelijk. Ik ben hier echt zo welkom. Violet. Niet zo Violet. Ik wist dat ik hier geen kans meer zou krijgen, maar jij... Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient. Ja? Waarom? Omdat ik geloof dat iedereen dat de weg even kwijt is, ook kan terugkomen. Ik wou de weg helemaal niet kwijt zijn. Dat weet ik. Ik ook niet. En waarom moet ik haar buiten gooien? Ja, het gaat gewoon niet meer. Die Violet verstoort mijn draaiing. Dat meisje... En ze heeft een grote mond. Kijk wie het zegt. Kijk, pa. Ik heb het geprobeerd. Maar het gaat niet. Het klikt niet. Ze is hier om training te volgen. Ja, niet voor een gezellige koffieklets. Pa, ze luistert niet en... En wat? Ik vertrouw haar niet. Ze is en blijft een dief. Ze heeft alles teruggebracht. En ze heeft spijt. Kijk, soms maken mensen fouten. En... Ze heeft daar zelf in de nesten gewerkt. Dat heb ik niet gedaan. En hoe vaak ben ik jou wel uit de shit komen halen? Ik heb jou nooit opgegeven. Nooit. Wat je ook had uitgestoken. Zorg dat die Violet ook niet opgeeft, oké? Aan het schrijven, jongen. Dat probeer ik toch. Omdat Louise een nieuw nummer moet schrijven voor de academie, kreeg ik het idee om dat ook te doen met Campus 12. Geen nummer, maar wel een nieuwe tekst op een van onze nummers. Over wie we zijn en waar we voor staan. Perfect om de jury te overtuigen tijdens die tweede try-out.
Ik heb trouwens bericht gekregen van het management van Chris Marble en die try-out gaat er sneller zijn dan we dachten. En? Wilt je het zingen? Ja. We kunnen het leven aan, jij en ik, ja, ik en jij. We zijn er voor elkaar en dat is wat telt. Geboren om door te gaan, jij en ik, ja, ik en jij. Het stond al eeuwen in de sterren voorspeld. Wauw, amaijstie, dat klinkt echt al keigoed. Ja, echt? Heb je dat zelf bedacht? Ja. Ja, maar het zijn natuurlijk maar een paar zinnetjes, hè. En dan, de grootste hits van de Beatles waren ook maar een paar zinnetjes, hè. Let it be, let it be, let it be, let it be, ja, let it be. Wie zijn de Beatles? Wat ik wil zeggen is, zoek het niet te ver. Je hebt talent en je hebt dat niet van mij, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Dat heb ik van papa zeker. En schreef papa ook liedjesteksten? Absoluut. En die was heel goed. Die schreef op een paar minuten tijd de perfecte tekst. Over alles, hè. Over de liefde, maar ook over, ja, over worteltjes in spaghetti saus. Maar ik zal het niet zingen, beloofd. Dank u. Ja. Nou, ik heb misschien iets voor u. Mijn hoofd weet al langer wat mijn hart niet wil zien. Lachten en huilden met alle tranen van dien. Ook al ben je nu weg, je blijft altijd bij mij. Ik hou je nog vast, maar toch laat ik je vrij. Wauw. Ik bedoel, niet slecht. Het is vooral niet slecht. Je had me aan het denken gezet. Het is voor iemand die ik heel graag zag. Ik merk het. Echt een mooie tekst. Merci. Ik zou het zelf niet kunnen. Je hebt geluk als je nog nooit hebt moeten afscheid nemen. Voor altijd. Nee, dat bedoel ik niet. Ik weet exact hoe je voelt. Ik zou gewoon niet weten hoe ik eraan moet beginnen. Dat is het net. Niks moet, maar het kan deugd doen, geloof me. Ja. Bon, we gaan vandaag niet veel verder geraken. Vanavond, met een frisse kop. De academie is dan toch dicht? Weet ik. Ik bedoel bij mij thuis, als je dat ziet zitten. Ik heb nog een plek waar we kunnen werken. Ik stuur je mijn adres nog. Goed? Ja, tot straks dan. Die handleiding vertelt ons niks zonder die Crivelli. En we hebben niet meer veel tijd, hè, want ze gaan dat ding willen testen, dus hoe pakken we dit aan? Go! Maar waar is Louise eigenlijk? Moeten we niet op haar wachten? Die zit weer... Ik bedoel, nog op de Novak Academie. Maar begin maar, we brieven haar later wel. Oké, dus hoe... Pakken we die Crivelli. Go! Als Sam nog één keer go zegt, hè? Oké, geen reactie? Dat is niet erg. Gelukkig heeft Sammy Boy altijd plantjes bij liggen. Anne? Jij gaat ervoor zorgen dat wij de code van de kluis bemachtigen. De spycam? Yep. Jij wilt dat ik dit ding bij Leclerc installeer. Je moet die gewoon goed verstoppen en dan kunnen we meekijken naar de kluis. Super slim. Ja, en super gevaarlijk. Plus, ik heb Rivka's vertrouwen al zo vaak geschonden. En haar gevoelens voor Cassie misbruikte. Ik weet niet, ze jongens. Er is toch niet echt een andere keus, vrees ik. Oké, ja. Ik zal wel met haar afspreken. Alright. Eenmaal? Andermaal. Go, go, go! Het stond al eeuwen in de sterren voorspeld. Maar we... Free. Kom eens. Wat is dat? Dat zijn oude spullen van uw vader. Echt?
hoop dat zij een inspiratiebron kunnen zijn voor uw tekst. En heeft Louise deze al gezien? Of? Stop dat je afspreken. Ja, sorry dat ik zo laatst met het nog wou afspreken. Maar er scheelt toch niks? Nee, tuurlijk niet. Ik was gewoon alleen thuis en ik dacht gezellig nog eens bijpraten. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Heel goed zelfs. Cassie? Mm-hmm. Oh, ik heb zoveel te vertellen. Glaasje? Ja, dank je. Ik wist niet dat jullie een platenlabel hadden. Kom binnen. En toen vroeg ze of ik niet even wat dichterbij kon zitten. Net nadat ik dat hele verhaal verteld had. Kan je dat geloven? Ze vindt je mega leuk, ik wist het. En hoe is het met kickboksen? Ja, ook wel goed eigenlijk. Ik mag misschien volgend jaar wel meedoen aan het kampioenschap. Nee, Rivka. Maar dat is super cool. Ik wist dat je het in je had. Slijmbal. Zeg, ik zou even naar de wc moeten. Maar zo dat toilet met die leuke zeepjes, als dat kan. Ja, dat was super nice vorige keer. Je weet waar het is? Ja. Het wel? Ja, tuurlijk.